Hoi en wat leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog van Wolwinkel by Filon. De wolwinkel in Berkelinschot. En ik ben Saskia, de eigenaar van de wolwinkel. En ik neem dit vlogje op. Ik sta voor mijn vitrinekast, eigenlijk bijna erin. Want ik wil je dadelijk wat vertellen over Sook. Maar eerst laat ik zien wat ik heb gedaan de afgelopen 2 weken. Niet zo heel erg veel, want ik had mijn handen laten rusten. Gelukkig is de tinteling eruit verdwenen. Dat is heel fijn. En ik wilde mijn hoofd wat leegmaken. Ik wilde niet al te grote projecten beginnen, want ik ga bijna op vakantie. Ik had je in de vorige vlog al verteld dat ik wel een project had uitgekozen voor op vakantie. Dat is dat zomerse topje. Maar dan moet je even de vorige vlog kijken. En ik ging sokkenwol uitzoeken voor in de auto. Even pakken. Die zit hier in deze etui. Het is geen opaal sokkenwol geworden, want ik kan niet kiezen. Dus de... En ik heb dan ook heel vaak van, ja, hè, dan kies ik dat bolletje, maar dan kan jij het niet bekopen. En er komt een nieuwe serie aan over een paar weken. Daar zit ook eigenlijk wel een hele leuke bij. En welke wil ik dan? En dan hoor ik mijn man al zeggen van, pak ook een bolletje uit je winkel voor jezelf. Maar daar wacht ik even mee. Maar ik heb wel andere sokkenwol uitgekozen, want ik wil natuurlijk wel sokken breien in de auto. En dat is deze dus geworden. Dat is de... gekleurde New Running. De New Running Multi eigenlijk. 50 grams bolletjes die ik ook in de winkel heb. En ik was ook wel heel benieuwd, want ik heb er geen voorbeelden van, hoe deze zou opbreien. Ik heb natuurlijk wel het plaatje gezien, maar ik wil het zelf zien. Ik heb 2 bolletjes in mijn etuietje gedaan die meegaat in de auto. En ik heb thuis al een teen opgezet, want dan hoef ik in de auto niet te tellen. Dus de teen heb ik al. Ik brei altijd mijn sokken van teen naar boord en de hiel achteraf. Zoals ik ook in de workshops doe. Op een rondbreinaald. Dit is een houten, 2,5 mm. Oh, daar gaat hij bijna. Dus de sok opgezet en nou kan ik in het rond gaan breien in de auto. Er zit als het goed is ook, ja. Ook een, dan laat ik hem vallen, heel goed. Er zit dus in mijn etuietje ook het voetje wat ik gebruik. En ik brei deze dus de voet tot deze streep. Dat is 5 centimeter voor mijn hiel. En dan zet ik een restdraadje in. En dan brei ik verder tot de boord. Ik ga dit keer ook geen gekleurde teen doen bij deze sok. Want hij is fel gekleurd genoeg. Dus ik ga hem helemaal van deze 2 bollen breien. 1 bol per sok moet genoeg zijn. En ik ga eens kijken of ik ze misschien iets langer wil maken. En dan kan het best zijn dat ik naderhand toch denk van, dit duurt me te lang. Ik wil hem niet langer. Maar we zien het wel. Dit is misschien de auto voor op vakantie. Lekker tussendoor. En ga ik even nog wat pakken. Ik had thuis ook een sok opgezet. Want ik had mijn sokkenmandje opgeruimd. En eentje is al af. Dat is sokkenwol die ik niet meer heb in de winkel. Maar daar had ik sokken voor mijn man voor gebreid. En ik had nog een restje sokkenwol. Deze heb ik gebruikt, deze kleur, in de laatste kal van Steven West. De sjaal die ik had gebreid. Dus daar heb ik deze sok van gemaakt. En ik heb de klein beetje... Ja, dat is echt mooi. Een heel klein mini stukje de teen opgezet voor de tweede sok. Deze die, daar brei ik thuis aan. En zoals ik al zei, kleine projectjes. Mijn hoofd proberen leeg te maken voordat ik op vakantie ga. Want mijn vakantie duurt niet lang meer. Als jij dit vlogje ziet, ga ik bijna weg. Heel veel zin in. De winkel is op 2 woensdagen dicht. Dat zal ik onder in de beschrijving zetten. En dat had ik ook al in mijn nieuwsbrief geschreven trouwens. En verder staat op donderdag, vrijdag en zaterdag in september. Dat is geloof ik 8, 9 en 10 september staat mijn moeder in de winkel. En dan zit ik lekker in de bergen. En zoals ik al zei, ik had mijn sokkenmandje opgeruimd. Dit is het sokkenmandje wat ik in de winkel heb. Deze sokken die heb ik gebreid nog nooit aangehad, maar die gebruik ik ook als voorbeeld bij de sokkenworkshop. Ook van teen naar boord gebreid.
En ja, dit zijn al mijn restjes sokken. De grote bollen heb ik bewaard, want ik brei altijd een sok mee als ik de sokkenworkshop geef. Zo zit hier ook nog een teen waar ik aan verder brei. En ik heb alle restjes. Dan zie ik hier nog een restje geel, die kan ik gebruiken. Want ik ben... Er zit natuurlijk een leuke breinaald in. Ik ben geïnspireerd geraakt door velen. De restjesdekens. En ik had zoiets van, ik wil ook zo'n van die lange stroken breien. Van die lange pijlen eigenlijk. En daar ga ik dan een deken van maken. Ik heb allerlei gratis patronen bestudeerd. En natuurlijk mijn eigen patroon ervan gemaakt. Hij bobbelt een beetje, want dat zijn een paar verschillende diktescharen. Wat standaard sokkenwol, wat dunnere sokkenwol en een wat dikkere merinowol. Maar dat blok ik er straks allemaal wel uit. En ik heb allemaal restjes bij elkaar geknoopt. Bolletje van gemaakt. Die brei ik helemaal op. En dan heb ik ook nog een volgend bolletje. Ik weet nog niet hoe lang deze stroken gaan worden. Hoe groot mijn deken gaat worden. Hoeveel restjes ik heb. Hoeveel sokken ik ga breien. Geen idee. Maar voor nu brei ik deze lekker af. Het patroontje dat zal ik binnenkort wel een keer delen. Sowieso staat het op mijn Instagram. Als je kijkt naar de foto van deze. Dan is hij nog een stuk korter. Daar staat een klein beetje... daar staat een foto achter met een kladje van mij. Waarin ik laat zien, of in ieder geval uitgeschreven heb, hoe ik dit brei. Ik denk dat ik nog een keer ga uitwerken. Mijn sokkenmandje dus. En dat zijn eigenlijk de kleine projecten waar ik mee bezig ben. Gewoon mijn hoofd leegmaken. Niet te veel bezig zijn met nieuwe ideeën bedenken. Want dat komt allemaal na mijn vakantie wel. En mijn vakantie, daar heb ik heel veel zin in. Maar volgens mij zei ik dat al. En dan, waarom ik in mijn vitrinekast sta, is om de soak. Soak is het wasmiddel wat ik verkoop in de winkel. Super fijn wasmiddel voor jouw gehaakte en gebreide projecten. Er zit geen lanoline in, dus het is ook te gebruiken voor katoen en acryl. En ja, wat doet soak? Wat is er zo speciaal aan? Sowieso is het allemaal natuurlijke materialen die hierin zitten. Er zitten geen... dan moet ik even spieken. Kan ik zo natuurlijk niet vinden. Even kijken hoor. Er zitten plantaardige ingrediënten in. Ik moet even mijn spiekbriefje erbij hebben. Sowieso is het... je hoeft het niet uit te spoelen. Wat is ook bij de... andere wolwasmiddelen is. Goed voor het milieu, of vriendelijk voor het milieu, laten we zo zeggen. En niet alleen jouw haak- en breiwerk kun je ermee uitwassen of gebruiken voor het blokken. Ik gebruik hem ook voor mijn ondergoed, voor zwemkleding, sportkleding. Als er heel veel zweetvlekken in zitten, dan, of zweetgeurtjes in zitten, dan werkt het ook heel goed. Wat kun je er nog meer mee uitwassen? Ze raden aan om kinderspeelgoed ermee uit te wassen. Make-up kwasten, als je die gebruikt. Daar is dit heel erg geschikt voor. Zelf vind ik het ook heel fijn, omdat soak eigenlijk de vezels van jouw product heel erg ontspant. Ik heb ooit een katoenen truitje, die ik heel vaak in de wasmachine had gedaan bij het gewone wasmiddel. Die was wat hard geworden, een beetje stug. En het gewone wasmiddel laat wat vettigheid achter op je kleding. Dat is meestal niet zo heel erg, maar voor dit katoenen truitje, het was helemaal niet mooi geworden. Die heb ik in soak gedaan. Soak gebruik je door in een teltje van ongeveer 4 liter, zo'n afwasteltje, een theelepel soak in te doen. En dat is echt genoeg om jouw kledingstuk in te laten weken. Daar heb ik dus het truitje in gedaan en die heb ik laten drogen en die is heerlijk zacht geworden. Ik heb ook verschillende filmpjes gemaakt over hoe je opspant en hoe je was met soak. Maar
Ik wil toch eventjes laten zien. Dit is echt het fijnste wasmiddel wat je kunt gebruiken. En ja, voor nu was dit wat ik wilde vertellen. Het volgende filmpje komt een weekje later. Want ja, ik neem het altijd om de 2 weken op. Maar dan ben ik nog op vakantie. En ja, ik hoop je dan weer te zien. Misschien nog in de winkel als ik er ben. En anders doe de groetjes aan mijn moeder. En ik zie je bij het volgende filmpje. Dankjewel weer voor het kijken.